Welkom bij de eerste aflevering van 5 Seconds met AM. Vandaag hebben we die met personeel. Twee heren die zichzelf zo meteen gaan voorstellen. En nadat jullie jezelf hebben voorgesteld, zal ik de spelregels uitleggen. Ik ben Joët, 23 jaar. Ik werk al 3 jaar bij Amsterdam Sportteam en ik woon in Malburg. Ik ben Moenir, 30 jaar en ik werk al 3,5 jaar bij Amsterdam Sportteam. Oké. Dat is niet waar, ik werk. Moenir werkt dus iets langer bij AM. Dat wist ik niet. Oké. Dat is niet waar. De spelregels. Ik heb vragen voor jullie staan. Twee categorieën, makkelijk en moeilijk. Voor de makkelijke vraag kan je 1 punt scoren, voor de moeilijke 2. En je krijgt 5 seconden om op die vragen te beantwoorden. Als jou niet lukt om in 5 seconden de vraag te beantwoorden, dan krijg je geen punten. En uiteindelijk, wij hopen naar, ik weet niet hoeveel mensen, maar wij gaan wel een paar afleveringen maken. Een stand kunnen maken van wie eerste staat en wie laatste. En dan vallen er ook een paar prijzen. Oké. Dan bij wie mag ik aftrappen? Steempjes gaan. Ik denk dat dat het eerlijkste is. Ik heb gewonnen. Wie wil je beginnen? Ik begin zelf. Makkelijk, moeilijk? Makkelijk. Makkelijk, oké. Hoeveel flatten zijn er in Immelo? 6. Gelijk goed, in 1 keer. Dat is 1 punt voor jou. Jij, Moenir. Makkelijk. Ook makkelijk. Ja. 5 seconden om 3 dieren te noemen. Paard, mus. Zo, mus. Het staat 1-1. Ik dacht dat moest gaan, daarom zeg ik mus. Showen. Ja. Makkelijk of moeilijk? Vraag nummer 2. Makkelijk. Noem 3 basisscholen in Arnhem. Mozaïek, Johannes, Magheta. Ja, net binnen de 5 seconden. Het staat nu 2-1 voor Showen. Moenir. Makkelijk. Nog steeds makkelijk. Ik ben een schaap, ik volg hem. Noem 3 wijken in Arnhem. Immelo, Klarendal, Geitenkamp. Ja. Ah, die was wel heel makkelijk, man. Dat is allemaal 2. Zo, wat ga je eens een keer voor een moeilijke, jongen? Of dat durf je dat nog niet? Moeilijk? Ja. Noem 3 groentesoorten. Fruit. Fruit. Tomaat. Ja. Nee. Je hebt het niet gehad. Jawel. Je hebt het niet gehad. We kunnen het zo terugzien. Je hebt het niet gehad. Nog steeds 2-2. Jij mag. Wat mag ik doen? Makkelijk, moeilijk. Pak ook moeilijk dan, maar moeilijk. Moeilijk, oké. Noem 4 voetbalclubs in regio Arnhem die beginnen met de E. Eldenia. SML. ESA. Nee, je bent al te laat. Je bent al veel te laat, jongen. Nee, er waren echt meer dan genoeg. Zo het. Moeilijk gaan we. Moeilijk. Noem 2 fruitsoorten met de A. Appel, avocado. Gelijk goed. Dat is 4 punten voor jou, 2 voor Moenir. Moeilijk. Moeilijk. Blessing. Ja, deze is wel leuk voor jou. Noem 2 snackbars in Arnhem. Snackbar West en kom erin. Ja, die kent hij heel goed. 2 punten voor Moenir, 4-4. Ja, die kent hij wel, hè. Joët. Ja, moeilijk. We blijven moeilijk. Was die vanuit moeilijk vanavond of makkelijk? Die was moeilijk, die stond bij moeilijk. Ik heb ook niet de indeling alleen gemaakt. Die is echt niet eerlijk. Die is in zijn geval niet zo moeilijk, maar in sommige wel. wat is de hoofdstad van Kroatië? Maait hij mij over de camera? Die weet je gewoon niet volgens mij. Ik weet hem wel, daar ben je nog geweest hoor. Ik weet hem echt niet meer. Tijd is voorbij. Het lijkt op die ijsnaam. Hoe heet die ijsnaam? Split bedoel jij, maar dat is de hoofdstad niet. Oh. Zagreb is de hoofdstad. Oh, Zagreb. Maar ik nog steeds, 4-4. Volgende voor jou. Moeilijk. Moeilijk. Noem 2 voetbaltrainers uit de Eredivisie. Even serieus. Ron Jans. Ja. Ten Hag. Binnen de tijd, dat is 6 punten voor moeilijk. Welk team is Ron Jans nu dan? Ron Jans is van FC Twente nu. Dat klopt. Even serieus. Kijk, die moeilijk van mij en die moeilijk van hem. Jij wist niet eens waar Ron Jans trainer van was. Dus ja. Deze zou je denken. Nee, ik wist wel welke wie de trainers zijn. Makkelijk of moeilijk? Moeilijk. Noem 2 landen die beginnen met de M. Maleisië, Moldavië. Dat is goed, maar hoezo zeg je Marokko? Ja, ik heb maar niet gedacht. Oké. Vertel, makkelijk, moeilijk. Moeilijk, maar dat zie je nog niet. Moeilijk. Moeilijk, oké. Noem 3 politieke partijen. Wat lukt. PvdA, VVD, CDA. Wauw. Oké. Okay. Ik sta voor, hè. Wat is de stand als ik vragen mag? Joët. Makkelijk of moeilijk? Moeilijk dan. Joët, je hebt al 3 moeilijke fouten. Dat is niet waar. Oké, noem 3 topsporters.
Michael Jordan, Lionel Messi, Ronaldo. Oh, dat is heel snel. Dat is mooi. Moeilijk. Moeilijk. Noem 3 Tweede Kamerleden. Fred Rutte, Geert Wilders. Fred Rutte, ex-trainer van PSV, gozer. Kom op, man, broeder. Die is al klaar. Oké. Die is al klaar, broeder. Dat was. Ik denk dat we hier ook gewoon punten aftrek voor moeten geven. Nee, dat kan toch niet? Nee, dat kan toch gebeuren, okay. Jongens. Hij is wel de neef van Fred Rutte. Ja, premier Rutte is de neef van Fred Rutte. Wist je dat niet? Nee. Zie je precies hier, wat is dat voor programmaleider? Jee. Ja. Vraag, moeilijk, makkelijk. Moeilijk, noem 2 steden uit Azië. Die weet ik. Dat is helemaal moeilijk. Die weet ik. Die krijg jij zo. Die weet ik. Jouw 5 seconden al lang of voorbij. Wil je me overnemen? Ja, Kuala Lumpur en Langkawi. Wauw. Maar dat mag niet. Dat mag niet. Wel. Hier krijg je geen punten voor. Ja, je moet eerst moeilijk of makkelijk kiezen. Moeilijk. Moeilijk. Ja. Noem 2 presentatoren van het journaal of nieuws. Assalamu alaikum. Piero Bintu? Tijd is voorbij, meneer. Je hebt ook geen punten. Jouwet. Moeilijk. Hierna doen we nog 2 vragen en dan is het voorbij. Ik weet, niemand heeft stand bijgehouden, maar dat kunnen ik we Ik sta wel zien. Voor. Hij is gek, hè? Ja, ik sta zeker voor. Volgens mij staat hij iets voor. Hij is gek, hè? Je hebt veel voor, van het gehad. Hij is gek, hè? Maar, jij wil moeilijk? Kom maar. Hoe spel je tenue? T-E-N-U-E. Heel goed, Jouwet. Ja, toch? Ja, ja. Je hebt het goed. Ik denk dat het ongeveer gelijk staat, Moener. Hij is gek. Laatste vraag voor jou. Makkelijk. Makkelijk. Want ik kan toch niet meer ingehaald worden. Oh, hij is zelfverzekerd. Moet wel een makkelijke vraag zijn. Hè? Hoofdstad van Polen. Warschau. Oké. Ik heb een collega die uit Polen komt. Oké. Hoe heet hij? Sven. Sven, oké. De laatste vraag voor Joët. Moeilijk. Moeilijk. Oeh, wat is 14 keer 7? 70 plus 28 is 98. Ja, binnen tijd. 2 punten voor Jouwet, jongens. Alaikum. 2 punten voor Jouwet. De winner. Ik heb Homstad gewonnen. Salam alaikum. Jongens, dankjewel voor jullie deelname aan de eerste aflevering van 5 Seconds met AM. Geen dank. Jouwet, gefeliciteerd met je overwinning. Moeneer, volgende keer beter. Ik had niet anders verwacht, jongens. En tot de volgende keer. Ik heb nog een bonusvraag voor Moener. Ja, oké. Noem 2 broodjeszaken in Arnhem. Deco Luxe Broodjes en Broodjes Zuid. Wauw, Moener heeft toch wel gewonnen, jongens. Moener, lekker gedaan. Dankjewel.